Hey kijkers van Shadowgames23, ik ben Roy Nath en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, vandaag gaan we natuurlijk weer verder met onze Road to Gold klas, de KSG. Hij is level 5, ik heb er nu Siberian Camel op zitten. Ik moet nog 5 kills maken, dan hebben we Choco geunlocked. Dat zal vandaag wel gebeuren, denk ik. En wel, dan zijn we al flink onderweg naar de, hoe noem je dat? Eerste serie met camo's, want wel de tweede serie, dan moet je allemaal met perks en alles gaan spelen. En ja, dat zien we dan allemaal wel. Maar goed, we gaan gewoon eens even lekker potje spelen vandaag. En wel, er zijn wel wat klassen naar mij toe aangeraden, maar ik vind deze zo chill. En ik heb net even 5 minuten gespeeld met dit wapen, omdat wel, ik wou een episode opnemen, alleen alles ging mis. Ik heb wel wat kills gehaald, maar gewoon, er was geschreeuw op de achtergrond. Mijn moeder kwam binnenstormen en ik moest weg en alles. Maar goed, we gaan dus gewoon even weer spelen vandaag. We gaan even een andere scorestreak spelen. Of nee, ik heb mijn juiste scorestreaks al. Oké, dat is nice. Goed, wel. Fight match. Core natuurlijk. Zullen we eens een keer ground war gaan doen? Ja, oké, we gaan een keer ground war doen. Let's go. Let's go, bitch. En hopelijk vinden we nu een goed potje. Alsjeblieft, of zo'n lak potje. Alsjeblieft. Oh, yeah, man. Oh, yes. Oh, yes. De shotgun map, baby. Nice. Nou, eigenlijk niet de shotgun map. Dat is hijacked. Even kijken, even de mic goed zetten. Zo, oké. Goed, rood gold. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed kennelijk, oké. Oh mijn god, lekker in een beginnend potje. Dit is nice. Gewoon lekker even in één episode. Lekker korte episode. Altijd nice. Even kijken. Goed, waar ik langs ga. Dus ik ga hier lekker langs. Oh ja, dikke emu. Dikke emu, dikke emu. Huh? Die had ik moeten hebben. What the fuck? Wauw. Nee, oké. We gaan hier langs. Hier zijn vast wel... oh. Ja. Yeah. That's the shit I do like. Ho, 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 ho. Ja, nee, dat... Kijk, wat ik erop wil hebben is FMJ, long barrel en dit sight. Want FMJ doet in principe op kort range niks, maar op long range wel. Tenminste, dat hoop ik. Dus ik ga gewoon... Hé, hey, kijk. Ja, nee, ik was afgeleid door hem en toen schoot hij... Ja, nee, fout voor mij gewoon. Kan ik niks aan doen, ik heb geen oefen... Dat is gewoon een camp in de motherfucker daar zo. Nee, maar ik heb gewoon geen oefenpotje gespeeld. Had ik wel moeten doen. Maar GG no re. We gaan gewoon proberen om ons nog gewoon even een lekker potje spelen. En ja, oefenpotjes speel ik meestal altijd bij de MP7, omdat ik die goud probeer te halen. Wat ben je daarvan? Wat daarvan? Oké, hè. Wat ben je daarvan campen, de motherfucker? Door de muur. Kijk, hier door de muur. Hier. Door de muur. En het is beton. Yeah, dude. Totally, dude. Seems legit, bro. Nee, maar als deze Road to Gold is afgelopen, dan gaan we denk ik er een van MW3 doen. Of een van Black Ops 1. Of misschien wel van de nieuwe Call of Duty Ghosts. Maar goed, ik ga het vandaag even met jullie hebben over de nieuwe generatie console. Want wel... Ja, yeah, gepromoveerd. Maar jullie zagen waarschijnlijk wel dat de PS4 laatst gereleased is. En ik ga proberen een live commentary en een goede gameplay te halen, jongens. Dus als ik vaak dood ga, I don't even care. Nee, maar ik wil het gewoon echt vandaag gaan hebben over die next generation console dingetjes. En wel, het is best wel lijp, want ik vind het design van de PlayStation 4 zoals gewoonlijk een stuk beter dan van de Xbox One. Ik vind het design van de Xbox One echt gewoon lelijk. Het lijkt op een verkrekt boterkuipje. Dat is echt waar, zo ga ik hem noemen. Het verkrekte boterkuipje van Microsoft. Nee, maar... ik vind het dus gewoon erg een beetje achtergehaald. En ik vind het wel leuk. Maar ik vind het niet echt bij de Xbox passen. Ik had meer dat design voor de PlayStation gehad. En meer het PS4 design voor de Xbox. Want ik vind de nieuwe PS4 echt gewoon echt stukken beter uitzien. Ik weet niet wat het is. Maar het ziet er gewoon überhaupt gewoon wat meer kloppend uit. Ik vind het gewoon... Ja, wat meer levendig. Wat meer... Ja, gewoon wat meer... Ja, wat leuker, wat speelser, wat gameachtiger. Die Xbox One ziet er veel te serieus uit. En wel, daar hou ik niet zo van. Ja, ik ben weg. Doei, doei. Wat denk je nou dat ik er naartoe kom? Jol, ik me reed. Oh mijn god, ze zitten overal. Kutzooi. Hoe hebben we nou... Hoe hebben we onszelf nou... Ja, oké. Is die dood? Volgens mij is die dood. Rennen, Ronald, rennen. Oh ja, verdomme. Ah ja, level 10 of zo, campaign of zo, I don't know. Prestige, ja precies, dat is wat ik zocht. Maar goed, ik weet dus nog niet wat ik ga kopen. Laat even achter de comments wat jullie gaan kopen. Ik moet wel toegeven, de prijs van de Xbox One is te OP duur. Fijn, er is lodestar in de lucht, dat is altijd leuk. Eigenlijk niet, want ik heb kills nodig. Maar goed, waar ik dus niet blij mee ben, is dus de prijs van de Xbox One. Ik zal van nature natuurlijk gaan voor de Xbox One, want wel, ik ben een Xbox-speler. Geen PlayStation. Dus wat ik stom vind, is dat ze die Xbox zo duur hebben gemaakt. Dat gaat serieus de kop kosten. Iedereen gaat voor de PS4. Ik vind de controller van de Xbox 360 wel gewoon weer oké. Ik had ook gewoon gehoopt dat ze die controller ook gewoon weer... ja, aardig gebaseerd op de controle die ze nu hebben van de Xbox. Hebben ze ook wel gedaan, daar niet van. Maar hij lijkt gewoon wat gepimpter. En een beetje gemodified Xbox 360 controle. Ik vind hem er best wel lijp uitzien. Dus ik ben er wel content over in principe. Waar ik niet content over ben, zijn dus de looks in principe. Ja, hier, hallo, noepje. Maar, en daar valt mij de PS4 weer tegen. Ik had gewoon gehoopt dat de controllers hadden geleken op deze controllers die we nu hebben van de Xbox. Want die vind ik gewoon fijn in principe. Alleen wel, de controllers zijn weer op PS4 gebaseerd. En daar ben ik geen fan van. De reden daarvoor is wel... veel mensen in Amerika, omdat ze iets veel erop hadden gespeeld, moesten ze naar een... speciale fysiotherapeut voor handen in principe. Omdat wel de handen waren te overbelast. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat was ook zo bij de Xbox. Ja, maar de mensen speelden net zoveel als op, want ze hadden ook een Xbox. Alleen dat maakt op zich geen drol uit. Want ze speelden net zoveel op de Xbox, maar ze moesten naar de dokter voor de PS4. Want wel, ze hadden, weet ik veel, Modern Warfare 3 voor de PC of zo. En Modern Warfare 2 voor de Xbox of zo. Ik weet, oh mijn god, ik weet ook niet hoe het allemaal zit. Dit was gewoon een groot spel voor mij. Maar, ja, ik ga dus gewoon, denk ik, voor de Xbox One. Of er moet een enorm groot prijsverschil tussen zitten van ongeveer €200. En daar ga ik voor de PS4, denk ik. Want wel, dan is het de looks en alles bij elkaar natuurlijk. En wat de fuck is dat nou weer dan? Hostile EMP system, wat is dit nou? Oh god, connection interrupt, wat is leuk. Connection interrupt. Ik ben er weer bij, goed zo. Ja, kutzooi, die kamperen daarboven. Echt, ik heb gewoon granaten nodig, echt waar. Je zet die boven niet, ja. Maar goed, ik hoop dus gewoon dat aan het eind alles lekker goed komt met de prijs. Ik hoop dat ze gewoon nog €100 naar beneden gaan, want dan heb ik er gewoon geen problemen mee. €500, veel te duur. Ik weet niet precies hoe duur de Xbox, of nou, hoeveel de PlayStation gaat kosten. Heb ik niet naar gekeken, ik heb alleen maar naar de looks gekeken. En ze ook rond die prijs zijn €400 of €300, denk ik. Maar laten we gewoon even achter de comments, wat willen jullie zien? En wat gaan jullie kopen? Ik vind in principe allebei wel redelijk. Ik ga niet allebei kopen natuurlijk, want dan ben ik volgens mij meer dan €1000 kwijt. En ja, wat voor spellen moet ik dan kopen? Dat is nou ook gewoon weer zoiets van, what the fuck man. Oh mijn god, ik sta wel 11 om 18, dat is wel redelijk. Maar, ja, nog niet goed genoeg. Verdorie, even kijken. We gaan hierin. Zo, oké. En dan komt er hier zo'n emu. Ja hoor, anders had ik een gratis kill gehad. De emu, echt waar. En omdat ja, Jordi en Jeroen niet zoveel mee bereikbaar zijn de laatste tijd, heb ik lekker veel tijd voor deze series. Dus ja, ik hoop wel dat we wat meer gaan opnemen natuurlijk. Met de walls en misschien nog wel wat andere leuke games. Maar ja. What the fuck is mis met jou? Maar goed, we gaan dus wel gewoon, denk ik, wel wat meer opnemen. Ik weet het niet. Knife kill. Nee, och, ik ben nee. Oh, knife. Knife, zo wat. Ik pak je terug, bitch. Nou, maar goed, ik hoop dus dat Jeroen en Jordi weer bereikbaar zijn de komende tijd. Want ik heb echt leuke plannen, ook bij de sessie stream, by the way. Daar willen we echt gewoon, nou, daar wil ik in ieder geval heel erg gewoon heel graag wat mee gaan doen. En of het nou gewoon over een maand is en of het nou gewoon, ja, fuck sorry. En of het nou aankomende week is, het maakt me op zich niet uit, maar ik wil het wel gewoon graag gaan doen. Dus ja, daarvoor heb ik wel Jordi's hulp nodig, want die moet streamen natuurlijk, dus... Ja, maar goed, ik hoop dat gewoon, als je deze video kijkt, Jordi, dat we gewoon wat meer gaan doen de komende tijd. En, ja, dat we gewoon, ja, gewoon, fuck sorry, gewoon meer gaan opnemen. Gewoon, je weet wel, gewoon leuk, walls, net zoals vroeger in principe. Dat zou ik echt gewoon echt heel graag willen, dus, ja, weet je dat even. Goed, even kijken. Laten we even gaan spelen. Hoeveel? 15 of 25. En een hostile lodestar. En een EMP. We are gonna fucking lose this game. Dus wat ik ga doen, is ik ga GG. Of niet. Ik ben de... Wauw, ik ben de final kill. Skills. Ja, een execution, I know. Kijk, 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 kijk. Er schiet op. Boom. Oké. Oh, god. Ik heb nog nooit een lodestar gehad, dus dat met het leuk lijken. Ja, ik ben het. Noep. Ben je level 40, tweede prestige of derde prestige, ik weet het niet. Tweede volgens mij. Eens even kijken. Nog wat boeiends gaan. Lockjaw, Choco, Camel. Even kijken. Die lag van 39. EMP System, Extreme Condition, Choco en Long Barrel Kills 5. Dat is altijd nice. Weet je wat jongens? Ik ga het hierbij laten. Ik ga er even uit. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. Laat even een like achter. Hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode online komt. Laat even een leuke comment achter met jouw mening over de PS4 en de Xbox One. En laat ook even achter welke je gaat kopen. En welke ik zou moeten kopen. En wel dan zeg ik tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En volg me op Twitter @Shadowgames23. Raam even op het groene duimpje. En dan zeg ik nu, later mensen.